Come on, let's roll. Me and my baby, we're pure as gold. It's a beautiful day, so let's fly away. The two of us rushing to. Dit is van de Winterberging. De Winterberging wordt compleet in eigen beheer uitgevoerd. En we zijn begonnen in 1973. Met de boten uit het water tillen, op een gammel karretje zetten, naar het achterterrein rijden en daar op stalen vaten zetten. En dat was natuurlijk eigenlijk een levensgevaarlijke situatie. En toen heeft de toenmalige havencommissaris Kees de Boer, die zegt samen met de toenmalige voorzitter Kees van Rijn, wij gaan daar eens wat aan doen. Wij gaan hier een professionele winterberging opzetten. En toen hebben ze ontwikkeld, A, bokken, stalen bokken waar alle boten op kunnen staan. En B, een kar die door hydraulische krachten omhoog en omlaag bewogen kan worden. Waardoor die bok op die kar komt en de boten dus opgetild kunnen worden. En op een professionele wijze op het achterterrein op die bok. Dat doen we een aantal jaren en dat is een ontzettend belangrijke ploeg binnen de haven. Want als je dat moet uitbesteden, dan zou het financiële plaatje van de haven er toch heel anders moeten uitzien. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet moet doen. En een voorbeeld daarvan is als we bezig zijn met de berging van die boten, dat mensen niet onder de schepen gaan zitten. Want als er ook maar iets gebeurt, hij glijdt eruit of dat gebeurt natuurlijk wel. We hebben erg veel te maken gehad ook met milieuverordeningen. Vroeger werden boten afgespoten en dan liep het water weg. En nu wordt het water allemaal in grote containers opgevangen en dat wordt netjes afgevoerd. Een man, toch noemen die al jaren leiding heeft van de Winterberging, die Jaap Grezee, die heeft daar zelf ook een keer een hele lezing over gehouden. Hoe die met, ik geloof 20, 25 jaar al, dat hele zaakje tot een hele professionele actie binnen de vereniging heeft opgezet. Dus het aanbrengen van een nieuwe hijskraan. Vroeger konden we 4500 kilo tillen en nu 8500. Thank you.
benut. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment iemand professioneel ging nadenken over hoe kan ik de boten die daarin gaan het beste erin krijgen en zoveel mogelijk erin. En dat er toen ineens 5, 6 boten meer in die loods komen. En dat is natuurlijk heel erg aardig als je dus in plaats van 30, 36 boten in je loods kunt hebben. Dat ik denk dat het een eigenlijk een enorme pluim is naar al die mensen die vanaf 1970 met deze haven bezig zijn geweest. Besturen, winterbergers, mensen die wedstrijden organiseren, want daardoor trek je weer mensen aan, waardoor je haven weer beter bezet is. Het hele gebeuren, het wedstrijdgebeuren, we hebben natuurlijk een prachtige plaats om naar de meer toe te gaan. We hebben een prachtige plek om boten in het water te laten. Het totaal van een zeil- en motorbootvereniging, zoals de AZV is, en ik praat uit ervaring, zijn heel veel mensen in de landen heel jaloers.